Chriske, waar zijn we naar terecht gekomen? Oh, dat is echt prachtig, hè? Bij de boeren. Ja, op een ecomarkt. Een ecomarkt. Marché de Bien-Eco. Echt, tussen de ezels en... Ja, we gaan zoiets wel eens ontdekken wat dat hier allemaal is. Wat zegt hij? Kom eens, wat zegt hij? En ze verwachten veel zon vandaag, dus... We staan hier goed onder een boomse. We gaan al beginnen installeren. Ons Chriske weer in volle creatie. Laten we er iets schoon van maken, Chriske. Heb je er een goesting in? Ah, nee. Bon chance, zal ik als je zeggen. Goed, mannen. Schoon, hè. Ja, goed. Ongelooflijk schoon. Hier zit. Je glindert wel, Chriske. Content van die creatie. We hebben zo waar, het is een soort gedaan. Is het goed deur, je noemt het hier? Bien-être? Zo van de therapeuten en toestand, dus dan ook waar onze hekse spulletjes erbij gehad. Brokant nog van de magische kamer, van mijn Merlijnkamer en zo. En plantjes natuurlijk. Hè. Hier staan de ezels. Hè. Ik kom hier echt op de boerderij. Precies. Precies of je komt in het peperkoekenhuisje hier, hè? Bonjour, prinses. Het is hier mooi, maar hier is eigenlijk al heel een tijd geen volk. Maar er is wel sfeer. Nog 4 uur. Te gaan. We leven hier in de tijden van ridders. De vecht gaat beginnen. Het is toch schattig hoe dat kinderen hier opgaan in hun eigen wereld. De markt is gedaan. Je wilt erop nog komen gieten, zeg. Het is 7 uur 's avonds. Ja, eigenlijk als echte boeren moeten we nu ons planten water geven. Hè. Het was een heel leuke markt qua ambiance. Qua zien hoe dat de mensen hier leven, mijn kindjes met de natuur. Het was niet... De meest overvloedige markt, of hoe moet je dat zeggen? Maar het was wel de eerste keer dat ze dat organiseerden. Het was super mooi. En kijk, we hebben hier een plaatsje gecreëerd voor het einde van de dag te vieren. En onze Modest is weer terug helemaal de oude. En Modest. Ja. Allee, school. Conclusie van de dag. Niks moet, alles mag. Ik weet niet wat je wilt zeggen. Ja, tuin en tuin toch ook weer verantwoordelijk. Want we hebben de hele markt gedaan, alles uitgelaaid. En dan zijn we naar beneden gekomen. En dan zie je van, oei, onze plantjes hebben water nodig. Ja, en ik was juist aan het zeggen, als je dan nog eens dieren hebt, die eten moeten hebben. Nee, de verantwoordelijkheid wordt groter, hè. En dan een klepelmaaier. Wachten, maar ondertussen... Kijk. Ondertussen was het wel zo dat we alles hier hebben kort gekregen. En soms vroegen van, vechten we niet te hard tegen de natuur? Moeten we niet terug laten verwilderen? En nu ongevraagd. Is plant verwilderen. Misschien brengt ons dat tot nieuwe inzichten van we moeten het toch niet zo drastisch doen. We zien wel. En wat gaan we zeggen voor het einde van de dag om af te sluiten? Ja, maar ja. Je hebt gevraagd, zijn antwoord gewoon, schat. We hebben toch al mooi geknipt, dus ik kan blijven filmen. Dat denk ik ook.
Ooit zonnetje gaat eens weg. Kijk, onze maat. Is terug goed hersteld? Is terug goed hersteld. Wat is het? Kom eens hier, jong. Allee, lucht is zo goed. Laat eens zien hoe goed. Warm. Laat eens zien hoe goed stappen. Ja, hij is terug goed. Kijk, wat een mooie sjaal dat hij mee gekregen. We hebben dat niet gekocht. Hij heeft dat van een Engelse weduwe gekregen. Een echte zijde sjaal. Dat was een lievelingssjaal van haar man. En we hebben een nieuw zitplaatje gecreëerd om te wijnen. Om te genieten van onze tuin. Hè? Van onze tuin. Tevoren zaten we gaat de rode stoeljes. En nu hebben we. Hoe moeten we dat hier noemen? Ontbloementafeltje? De potagère. De potagère. Dat is goed hersteld. Ja, dat is eigenlijk zoveel rust. Onze moestuin. Met omheining. Want hier lopen hertjes rond. En die komen dan alle plantjes opeten. Dus dat is niet de bedoeling. Het riekt hier ondertussen super zo. Ja, spijtig dat je niet kunt meerekenen. En eigenlijk even zo. Paaf. We kunnen nog veel creëren, schatje. Ja. Amai. Voilà, vanuit onze tuin.